Creatief geloven was het thema van de expositie die zaterdag en zondag te beleven was in het kerkgebouw van de Baptistengemeente De Bron. Goedemiddag, kan ik u misschien een boekje en een boekenlegger aanbieden? Wat houdt creatief geloven in? Creatief geloven heeft eigenlijk heel erg betrekking op het gegeven dat wij als mensen uit deze gemeente met geloof op een creatieve manier bezig zijn. En dat uiten door middel van beeldende kunst. Deze expositie, 2 jaar geleden hebben we de eerste editie gehad. En dat hebben we toen samen met een aantal mensen opgezet. Mensen die het leuk vonden om creatief bezig te zijn, kunst te maken. En toen hebben we tegen elkaar gezegd van, is het goed om eens een keer te exposeren hier in de kerk. Dus het was eigenlijk een hele wilde gedachte. Maar dat pakte eigenlijk zo leuk uit dat we destijds deden 15 mensen mee. En we zijn deze editie 26 mensen die meedoen. Beeldende kunstenaars en daarna 5 muzici die gedurende de expositie ook muziekstukken spelen. Dus al met al heb je al 32 mensen bij elkaar die iets uiten. Die hebben iets laten zien. En een heleboel mensen die daar nog omheen hangen en medewerking verlenen. Die willen eigenlijk een heel duidelijk geluid naar buiten, als kerk, naar buiten uitdragen. En willen eigenlijk daarin ook God eren door middel van ons talent. Dat is eigenlijk een beetje de kern van de expositie. Zeg maar. En de gedachte eigenlijk is een beetje om dit verder in Almelo ook uit te gaan dragen. Dus proberen ook andere gemeentes daarbij betrekken. En te zeggen de volgende keer van, kunnen we dat niet op verschillende locaties doen? Dus andere kerken die mee gaan doen in het geheel. En dan hopen we dat we in Almelo veel breder nog kunst kunnen wegzetten. En kunst en geloven. Een beetje à la de lichtjestocht? Ja, nou zoiets. Dat je samen iets doet als kerken. En dat je als christen iets samen uitdraagt. Er zijn nu wat contacten inmiddels ook met kerken. En we hopen dat ook een goed vervolg krijgt.